Wie worstelt hiermee? Wie vindt dat lastig? Wie denkt van oké, moeilijk om bij mij erachter te komen van wat die Zone of Genius is of wat de activiteiten zijn. En wie heeft daar een vraag over? Dus dan kan ik er 1 of 2 vragen beantwoorden. Dus komt de microfoon deze kant op? Ja. Dankjewel. Oh, wauw. Hartslag van 140. Er zijn met 300 mensen die allemaal kijken. Camera's, alles. Nee. Nou, weet je, eigenlijk, ik ben Daniel. Hey, goedemiddag. Heel. Goedemiddag, Daniel. Het punt is dat, ik weet dat muziek, op het moment dat dit onderwerp nu aan boord kwam, ik kom uit Hongarije, dus mijn Nederlands is niet vuistloos. In ieder geval, op dat moment kreeg ik een hartslag van 130, denk ik. Want ik wist dat muziek is gewoon iets voor mij wat... het is gewoon alles voor mij. Het motiveert me, geeft me energie. Ik ben er ook goed in, dat durf ik zeggen inmiddels. Maar toch, dat is ook hetgeen dat ik steeds opzij leg. Want ik weet dat op het moment dat, dat ik daarmee aan de slag ga... Het is gewoon goed. Het kan gewoon goed worden. Dus dat doe ik niet. Daarnaast kan ik... deze trillende stem is voor mij is heel irritant. No, ik voel me heel kwetsbaar, maar dat is juist goed. In ieder geval... Daarnaast is open vertellen over mijn ervaringen en mensen hoop te geven. Dat kan ik, daar ben ik niet bang voor, maar dat doe ik ook niet. Omdat, dat gaat me ook wel te makkelijk af, zeg maar. Dus dit zijn 2 dingen waar ik goed in ben en wat ik ook graag doe. Dus ik weet wel waar mijn Zone of Genius zit. Alleen ik weet gewoon niet hoe ik in beweging kan komen, zeg maar, daarin. Ja, waarom ben je hier? Daarom. Nee, maar waarom ben je hier? Hoe, zeg maar, de route dat je, nou, laat ik zo zeggen, hoe kan het dat je hier nu bent? Want wij hebben een historie. Ja. Ja, hoe kan het dat jij hier nu staat? Ik weet niet precies welk aspect je bedoelt, maar ik heb... Dit seminar heb ik van jou gekregen als cadeau. Ja, want je stuurde mij een video. Ja. Ja, en wat deed je in die video? Ik heb deelgenomen aan je webinar over Master Moves. Mm-hmm. En het was een goede webinar. Daar had ik ook een hartslag van 130. Mm-hmm. En op een gegeven moment dacht ik dat ik erin moet gewoon. Ik moet gewoon in Master Moves, maar ik heb het geld niet. Het is gewoon zo simpel als dat. Dus... Wat kan ik doen? Ik kan je persoonlijk vragen. Wil je hier even, want iedereen zit naar je achterkant heel graag te kijken. Ja. Nog een beetje spannender. Maar. Ja, precies. Ik doe even mijn bril af, want anders zie ik u te scherp. Dus het minder beangstig, weet je. In elk geval, sorry. En ik heb ook een gehoorschade nog, dus je kunt tegen me praten, ik hoor je niet. Dus ik ga een goede spreker worden. In elk geval... ik heb verteld dat ik geen geld heb, maar dat ik heel graag in Master Moves zou willen komen om mijn boos... Want weet je, ik weet gewoon dat met zoveel professionaliteit en al die kennis die ook door het masterteam gedeeld wordt, ik zou gewoon mijn boodschap eigenlijk heel goed uit kunnen dragen als ik dat allemaal zou hebben, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik heb een filmpje opgenomen voor ERCO met de vraag of ik in Master Moves mag zonder geld. Ik ben op zoek naar sponsoren trouwens. En ik kreeg dus een antwoord daarop dat ik als kerstcadeau... Je hebt het niet over een Master Moves gehad. Maar in elk geval... Makkelijk. Precies. Ja. Ik heb een antwoord op gekregen dat ik als kerstcadeau, dat was rondom kerst, op dit seminar mag komen. En ik bedoel, het duurde niet lang om daar jou op te zeggen natuurlijk. Ik was er heel blij mee. Ja, en wat deed je in die video? Hold your applause. Dus. Kan je die video vinden, denk je? Ben je oké als we die video laten zien? Ja, in principe wel. Oké, in principe wel. In principe wel. Okay. Kijk, het is wel ook kwetsbaar, maar... Nee, maar als je het niet wil, dan doen we het niet. Oké, we doen het niet. Want ik wil dat niet... Nee, maar oké, want ik zet je nu... wat zijn de dingen die je in die video doet... waardoor ik zo gek was om jou een gratis ticket voor een seminar te geven? Want ik bedoel... Nee, dit is nog... Ja? Je bent één, of er is nog 1 iemand anders die hier ook gratis is. Nee, doet er niet toe wie dat is, maar... Met mijn zus, inderdaad, 2 inderdaad. maar, weet je, en ik krijg vaak vragen van dit soort vragen. Ik betaal dit en dat. En wat deed je in de video? Weet je dat nog? Om te beginnen, ik heb
je benadert. Ik heb het filmpje opgenomen, dus dat deed ik buiten, buiten de video. Ik heb heel eerlijk verteld over mezelf. Mm-hmm. Dus dat deed ik wel. Mm-hmm. En ook een beetje onbeschermd. Mm-hmm. En je zei net van oké, en je hoeft het niet te zeggen, maar je gaf net aan van muziek is voor mij heel makkelijk. Het gaat me heel makkelijk af. En vertellen, je verhaal vertellen gaat je heel makkelijk af. Jij vertelde in die video onbeschaamd iets wat, waar heel veel schaamte omheen zit. Ja. En waar ik heel veel respect voor had, dat je dat zo onbeschaamd durfde te zeggen. En dat bij mij kwam iets binnen. Want als jij gewoon een video stuurt, yo, ik wil maar... Hij zei letterlijk... en dit is ook onbeschaamd trouwens. Hij zegt van oké, ik heb niks, kan je niet betalen, maar voor je krijgt 10% van mijn business voor de rest van mijn leven als ik mee kan doen met Master Moves. 10% van de omzet krijg ik voor de rest van mijn leven als ik mee ga doen met Master Moves. Dat maar 5 euro worden, dus weet je... Ja. Dat dacht ik ook. Ik denk, nou, breng maar naar het seminar. Dus jij was super kwetsbaar en onbeschaamd in die video, waarvan ik denk van, hé man, dit is een goede gast. Want je zegt iets waar veel mensen zich voor schamen en jij doet het gewoon. Je durft daarvoor uit te komen, je hebt een message. Je kunt ook, wat voor muziek doe je? Was je ook niet in de video dat je een stukje ging zingen of zo? Ja, een heel klein stukje. Ja. Nee, ik bedoel, weet je, speel maar de video. Ik wil het graag eerst persoonlijk vertellen, want het is, ik vind het fijner als je niet daar zit en zo kijkt naar mijn oma en nu horen ze. Het hoeft niet. Ik vind het niet erg. Okay. Kijk, het punt is dat er gaat komen. Ik had meerdere verslavingen, waaronder pornoverslaving. En dus ik weet dat het is een onderwerp waar mensen van schrikken. En het punt is dat als ik over iemand hoor dat hij seksverslaafd is of was, dan heb ik ook zoiets van, oh, terwijl ik zelf ook er een van ben. En dit is iets waar ik weet dat er heel veel mensen mee worstelen. En ik zou heel graag niet het onderwerp bespreekbaar willen maken, want ik verwacht van niemand dat hij erover gaat spreken. Maar er zijn heel veel mensen die ook niet weten waar ze voor informatie terechtkomen. Dus dit is één van de dingen waar ik heel expliciet mee bezig wil zijn. En nu, als je wil, kun je het filmpje laten zien, 3 minuten. Nu weet iedereen het, weet je, kom maar op. Dus. Heb je een minuut? Okay, ja. Mag ik gaan zitten? Of? Jij mag absoluut gaan zitten. Okay. Nee, je moet hier op het podium gaan staan en nee. Dankjewel. Je had hem toch, Sebas, of niet? Oké, super. En ik krijg vaak video's doorgestuurd van lui en het is allemaal leuk. Oké, yes. Waarschijnlijk heb ik geen flauw idee van wie ik ben. Ik volg jou wel al een tijdje. En inmiddels heb ik je Nederlandse podcast helemaal uit. En je Engelse podcast zit ik halfway through. En man, de invloed die je op me hebt is onmenselijk gewoon. Ik worstel al vanaf kinds af aan met verslavingen door kindertijdse trauma's en een scheut ADHD. En jij en de boodschap die je uitdraagt spelen een enorme rol in mijn herstel en transformatie. Je bent een held. Ik ben al een tijdje van plan om een berichtje op te nemen voor jou, om te bedanken wat je allemaal doet voor mij en voor ons. Maar gisteren is de urgentie van mijn berichtje ineens heel erg toegenomen. Ik ben op je webinar geweest. De webinar op zich was al een meesterwerk. Je hebt me 100% mee kunnen nemen in je verhaal. En toen je vroeg wat het voor de business en voor de mensen die ik kan helpen zou betekenen om 3 jaar met jullie te gaan bouwen, wist ik meteen, ik moet erin. En hier is mijn vraag. Zou ik een spot mogen krijgen voor de komende 3 jaar? Een account, één account, waarmee ik deel kan uitmaken van het proefgroepje. Voor 10% van alle omzet dat ik vanaf dit moment ga genereren tot het einde van mijn leven. Mijn onderneming is mijn levenswerk, mijn droom, de missie waar ik voor leef. Hetgeen waar ik mijn leven met volledige overgave op zet. Heel kort over wie ik ben en wat ik doe. Ik ben 32. Ik kom uit Hongarije en woon
iets meer dan 9 jaar in Nederland. Maatschappelijk werker van beroep. Ik heb lang met verslaafden gewerkt. Zelf heb ik een eetverslaving vanaf mijn 4e. Een seks- en pornoverslaving vanaf mijn 5e. En een drugsverslaving vanaf mijn 14e. Inmiddels ben ik bijna 40 kilo afgevallen. Ik ben 3,5 jaar nuchter van drugs. Maar ik worstel nog steeds met pornoverslaving. Het documenteren van de overwinning daarop is een heel belangrijk onderdeel van mijn onderneming. Ik weet dat ik met mijn boodschap en met mijn ervaringen, door de manier waarop ik het overbreng, mensen kan helpen die willen, maar niet kunnen afvallen. En daarnaast mensen kan helpen om een ongekend succes en geluk te ervaren, puur door te stoppen met pornogebruik en jerking off. Eelco, mag ik alsjeblieft de komende 3 jaar een deel uitmaken van het programma voor 10% van alle omzet voor de rest van mijn leven? Man, I love you. Echt waar. Wat je antwoord ook gaat worden. Take care. Ja hoor. En dat is grappig. Ik zeg, ja, wie twijfelt hier over de Zone of Genius? En hij zegt, ja, ik heb geen idee wat het is. En hij noemt muziek. En hij noemt inderdaad zijn kwetsbaarheid of zijn openheid over verslaving. En dus jij weet exact wat je Zone of Genius is. En dit is wat je te doen staat. En dat dit hier nu net... Want dit is niet... Ik heb hier van tevoren niet over nagedacht. Weet je, het is toevallig. Ik weet dat Sebas binnen een seconde dingen regelt. Weet je... Je weet exact wat het is. Alleen het is zo voor. Dit gaat jou makkelijk af. En daarom ligt het niet zo voor de hand voor je. Jij denkt het moet een moeilijk ding zijn. Het moet iets complex zijn. Kijk hoe makkelijk dit. Jouw video's zijn beter dan mijn video's. Weet je? En ja, is gewoon hoe het is. En leuker en vermakelijker. Je hebt een goede stem. Alles klopt helemaal. Dus je zit echt op goud. Je zit op goud, alleen je ziet het niet. En dat is het probleem bij heel veel mensen. En ik hoop dat je het nu ziet. Dus nogmaals een applaus. Nou ja, ik kan hem natuurlijk niet overslaan. Ja. Sta maar even op. Ik heb weer last van dat hartslaggedoe. Ik ben Daniel trouwens. Tot gisteren had ik een hele sterke overtuiging. Eigenlijk een levensdoel was dat voor mij. Onbewust om eindelijk normaal te kunnen worden. Dus ik had heel veel oordelen over mezelf. En gisteren was gewoon, ik denk dat vrijwel iedereen erbij was, maar gisteren was echt de life-changing experience voor mij. Gewoon heel onverwacht. Ik heb nooit verwacht toen ik dat filmpje heb opgenomen dat het dit zou kunnen opleveren. En dankjewel, want het is aan jou te danken, Eelco. En dus mijn thema gaat niet voor de komende 8 weken, maar voor de rest van mijn leven worden om niet normaal, maar mezelf te worden. Want, weet je... Maar dit ook echt voor jullie allemaal. Ik bedoel, weet je, what the fuck, dit is... Een beetje op je woorden letten. Een beetje normaal doen, hè? Beetje normaal doen. Bedankt. In elk geval, weet je, dit is gewoon mijn enige leven. Hoe lang wil ik mezelf nog... gaan onderdrukken en verdoven en al die shit. Ik ben er gewoon zo moe van. En er is een enorme... Ik moet nog een beetje wennen aan public speaking. Er is een enorme energie in mij. En ik voel dat ik gewoon zoveel kan creëren. Zoveel mensen kan hebben met die energie. Maar als ik die blijf onderdrukken... Ik heb geen middelen om die energie te onderdrukken. Want van dat onderdrukken word ik ook hartstikke moe. Ja. Als ik nog 1 commitment mag maken... En mijn oprechte excuses als ik iemand een ongemakkelijk gevoel bezorg met mijn commitment. Maar wees ervan bewust dat deze commitment van levensbelang is voor mij. En ik denk dat ook voor de mensen die ik ooit zal helpen, op welke manier dan ook. Vanaf vandaag wil ik mezelf nooit meer,
nooit meer met pornogebruik gaan verdoven. Ik wil nooit meer porno gaan kijken. Mm. En ja, dit is het. Ik bedoel, ja, dit is het. Dank jullie wel. En thanks voor je tolerantie. Yes. Wacht. Wat zei je nou net? Dank voor je. Ik heb mezelf weer geëxcuseerd. Nee, zeg, wat zei je? Ja, dank voor ik je. Ik zei dank voor je tolerantie. Dat je ja, en nee, forget sorry, about that. Wacht weer, even. Ik ben hier. Kijk me even aan, oké? Okay? Yes. Wij tolereren je niet, we waarderen je. En je wordt niet door ons getolereerd. Niemand hier tolereert jou. Iedereen waardeert jou. Oké? Okay? Dank jullie wel. Echt, thanks. Oké, wie nog meer?